Hallo, ik ben Rick, de broer van Tessa. En ik neem een klein stukje van jullie weekvlog over om jullie even te laten zien hoe je altijd op de hoogte kan blijven van onze nieuwe video's. En op de hoogte kan blijven van livestreams. Je bent hier op de Hart voor Paarden pagina. Net als jullie hoor ik eigenlijk ook geabonneerd te zijn, dus laat ik dat eerst dan even doen. Abonneren. En zoals je ziet ben ik nu geabonneerd, maar er staat daar een heel mooi belletje. Dit belletje is ongelooflijk belangrijk. En waarom is dit ongelooflijk belangrijk? Omdat jullie zo op deze manier altijd op de hoogte kunnen blijven van nieuwe video's en livestreams. Klik op. En staat hier, send me all notifications for this channel. Wat betekent dat nou? Je eigenlijk alle video's die wij uploaden, gelijk eigenlijk te zien krijgt. Zonder daar rekening mee te hoeven te houden of zelf op te zoeken. En het voordeel hier ook nog van is, als je dit aanvinkt, is dat je als wij live gaan, dat je dat direct op je mobiele telefoon, op je tablet of op je pc ziet. Klik op save. En dit is het eigenlijk het enige wat moest gebeuren voor. En binnenkort gaan wij live. En wil je dat zeker weten zien? Vergeet dan niet op het belletje te klikken. Veel plezier met de rest van de weekvlog. Ik heb van mij en Maaike deze handschoenen gekregen en ze zijn heel lekker warm. Maar zien van dichtbij? Het zijn roekeltjes. En dan ook nog helemaal gevoerd van leer. Lekker hè? Ja. En nu ga je? Even stappen op Ron. Ja, Ron even uitstappen. Ron is heel moe. We hebben gisteren springles gehad. Hè? Moe paard. Nou, rij je maar dan hè. Ik zit op sterren en ik ga zo in de les. Met je prinsessenhandschoenen, hè? Ja. Maaike heeft zo'n wedstrijd, dus die is lekker aan het knutten. Jane helpt. En hier is je sterren. Hebben jullie zin in sterren? Sterren. Sterren denk ik nou echt niet. We hebben net een fotoshoot gehad, vandaag zondag, dus ze heeft straks een proefje. Ik ga het even laten zien. Ze is wat verkleurd. En voor het proefje moet ze natuurlijk zo meteen weer helemaal netjes zijn. Dus ik moet op een of andere manier dit er vanaf zien te krijgen. Sterre vindt het ook not very neat. Ja, onze prinses is morgen jarig. En kijk dan wat er wat een gave ballonnen. Ik wil ook jarig zijn, ik ben gewoon jaloers. Dat is de papa van Tessa. Oh, dan kunnen ze ook nog stilstaan en zo. Kijk dan hoe gaaf. Ik ben heel jaloers. Allemaal heliumblommen. Ja, het is een beetje donker, maar het is toch wel erg leuk. Gaan deze ook aan, of niet? Nee. Dus ik ben voor knipperende ballonnen. Echt, kom maar. Ja, cool hè? Kijk, we hebben discoballonnen. Grappig hè? Oh, dat is beter met zo'n lampje erbij. Oh, wat doe je nou? Ze vallen! Ik had helemaal niks gedaan. Nee, de helium die doet het maar 8 uur. En papa heeft ze 8 uur geleden opgeblazen. Nou, normaal gesproken doen die ballonnen het 5 tot 7 uur, las ik toen ik naar bed toe ging. Toen dacht ik, oh. Helaas. Dus ik denk dat de ballonnen nu gaan vallen. Ja, dat denk ik ook. Daar liggen ze. Niet doen. Wow. Oh, er komt er een. Er gaat er een. Zie je het? Mag ik er een eentje inblazen? Nee. Dat gaan we nog niet doen. Gekke meid. Nou, gefeliciteerd Moppie. Met je 9e verjaardag. Ja, bedankt. Gaan we. Bedankt, zegt ze. Bedankt. Oh. Het is vandaag jarig en we gaan eens even in de postbus kijken of er nog iets is. Oh, kijk dan, gaaf. Oh, leuk man. Tadaa!
Oh, nog meer. Zo. Nou, dat is toch super lief. Een hele zooi berichtjes voor Tessa. Kijk. Nou, helemaal leuk. Gaan we thuis even verder naar kijken. Zo, Tessa. Er zijn een paar fans en die hebben wat voor jou opgestuurd. Hoe lief is dat? Ik ga deze als laatst doen. Die als laatst? Oh, wacht even hoor. Daar zit iets in, ja. Ik ben benieuwd. Nou, ga maar eens even kijken dan. Oké, ponydame. Nou, die ga ik eerst. Alice, ga eens weg. I love een mes van je pakken, Tess? Nee. Die is dik. Maak jij het er voor jezelf moeilijk? Met een mes gaat het veel makkelijker, Tess. Ik hoef dat niet. Ja, ze hoeft het niet. Zo, stickertje nee, eraan. Nee, een sticker. Maar dadelijk maak ik iets stuk. Moet het even aan de Nee, maar dadelijk maak ik nog iets stuk. Het gaat niet. Misschien moet Rick je even helpen, Tess. Nee. Mag ik je alsjeblieft helpen? Oh. Nee. Het is toch gelukt, geloof ik. Ik wil het voorzichtig doen. Oh, hartje. Okay. Gefeliciteerd. Lieve Tessa, gefeliciteerd met je verjaardag. Negende verjaardag. Jullie maken hele leuke video's. Zou je een keer een video willen maken over wat je allemaal moet doen als je een eigen pony hebt en een kastoor. Groetjes, Sanne. Oh. Ik vind haar zo waardig. Lief. Wat lief van Sanne. Ja, heel lief. En ook een heel mooi paard. En hier nog. Helemaal glitters. Ja, Ja, sorry, ik zit even te lachen op mijn vader. Wat is die allemaal aan het doen dan? We hebben heliumballonnen en de helium is weg. Ja, jammer. Oké. En ik zal hem natuurlijk ook even laten zien wat je moet doen als je een eigen pony hebt. Prik niet doen. Nou, lief van Sanne. Heel lief. Ik vind hem echt heel mooi. Nee. Misschien moet je even dankjewel zeggen. Dankjewel, Sanne. Nou, volgende. Het is wel heel lief dat jullie dingen naar me hebben opgestuurd. Zo, hehe. Kijk. Kijken. Ik ga deze ophangen in mijn kamer. Oh, wat lief. Van wie is die? Van een fan. Sil. Oh. Bedankt, Sil. De sterren. Wat lief. Die ga ik ophangen in mijn kamer. En nu deze. Dat is allemaal paardjes. Oh, wat een leuke kaart. Hoi Tessa, gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat het een hele leuke dag wordt. Sterren is heel lief. Zo. Sterren is heel erg lief en schattig. Ik denk dat je heel goed voor haar kan zorgen. Groetjes van een hele grote fan. Oh. Nu is hier een paardensticker van eerst zo. Dat is dan zwart. Ik zal hem ietsje dichterbij doen. Ja, ik vind het echt een hele leuke sticker. Cool. Deze. En heeft ze geen naam? Sil was het. Oh, ja, Sil, sorry. En dan deze twee en dan... Zo, een hele brief! Een hele brief! Oh. Maar eerst met dit. Ik vind dit echt heel schattig. Laat me zien. Kijk, zit hier sterren, Verona, Henja, hart van paarden, een zadel, een borstel, een halser, een dekje. En gefeliciteerd, Tessa. Bedankt. Oh, lief om. Nou, ga de brief lezen. Hoi Tessa, gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je super leuke spulletjes krijgt voor sterren. Ik vind sterren echt een knappe pony. Ook vind ik dat je
steeds beter gaat rijden. Ik bouw graag een tekening van sterren maken voor jou, maar ik kan echt geen paarden en ponies tekenen. Geef niet, ik kan het ook niet. Waar was ik nou? Dus heb ik maar wat anders getekend. Ik ga ook nog kaartjes kopen voor paarden YouTube live event. Want ik wil je heel graag een keer in het echt zien. Ik Tara en mijn pony Ilona ofzo. Ilona, ja. Ilona. Psst. Misschien is het leuk om in een video de mooiste tekening te laten zien. Oh. Weet je dat, waar dat ps voor staat? Dat PS. Dat is wel extra. Dat is postscriptum, geeft niet hoor. Ja, maar dat... Nou, dit is de... Ja, hij is echt super lief. Ja. Van Tara. Van Tara. Leuk. Ik zal je naam onthouden en als ik je dan zie... Oh, van Anna... Afzender voor Tessa. Voor de post. Over woensdag. Voor de postbode staat er. Ja. Voor de postbode. Nog een tekening. Kijk dan! Oh, dat is wel echt heel schattig. Ah. Nee, ik vind het echt heel schattig. Die is mooi, man. Gaaf gedaan ook. Ik vind hem echt super cool. Mooi, hè? Ja. Je wordt maar verwend, ja. Oké, zo. Hoi Tessa, van harte gefeliciteerd met je... Negende. Met je 9e verjaardag. Maak er vooral een super leuke dag. Leuke dag van. Want het is maar een... Eén keer per jaar. De tekening die erbij zit heb ik zo min mogelijk overge... Oh, trokken. Trokken. Het kon ook niet, want het was... Volgens mij staat er, de tekening die erbij zit, heb ik 20 minuten mogelijk. Nee, ook niet. Dus of 20 of zo. Zal ik eens kijken? Even kijken hoor. Ik ga even meelezen, jongens. Jullie kunnen ook meelezen. De tekening. Oh, even zo. De tekening die erbij zit, heb ik zo min mogelijk overgetrokken. Het kon ook niet, want het was 's avonds. Ik heb er heel erg mijn best voor gedaan. Achterop staat de echte foto. Even om te bedenken hoe lang ik erover heb gedaan. Ongeveer 3 uur. Vooral Tessa, haar hoofd was heel lastig. Maar het is gelukt. Ik weet niet wanneer deze brief aankomt. Maar maak er een leuke verjaardag van. Kus, kus, kus. Anna, nou dat is toch super lief. 3 uur over een tekening. Dat is echt schattig. Ik vind het heel lief van jou. Niet deze. Kijk dan, een schattig kaartje ook. Met een indiaantje. Ik ben benieuwd. Oeh, spannend. Oh, een klein schildpadje. Dat is volgens mij van Finding Nemo. Wat is dat? En ook hier een klein paardje zit hierin. Oh, een fotolijstje. Wat schattig. Even laten zien hoor. En een dolfijntje. En een paardje zit erin. Nou, wat lief. En dan nog dit. Moet je voorkant even zien. Dat is echt gaaf. Zo, dat is gaaf gedaan. Superleuk. Ja, dat heeft ze erop geplakt. Ja, zo moet ik. Ik ga deze als laatste doen. Oh, er komt nog meer. Er zit hier een heel klein schattig mapje. Hè? Ze heeft het geplakt. Kijk hè. Oh, wat gaaf. Oh, kijk zo. Oh, die is echt leuk. Ja.
Dat is wel echt een heel cadeau dit, zeg. Hey. Ja. Kijken. Oh, wat gaaf. Helemaal uitgegutst. Gutsen doe je toch dan? Ja, dat is zo'n klein schepje. Kan je zo... Heel gaaf. Heel. En dan krijg je uiteindelijk dus dit. Oh. Je kan echt heel mooi tekenen. Oh, wat lief. Creatief ook, laat zien die. Echt creatief. Kijk. Oh, kijk deze. Wauw. Cool. Dat is echt een heel cadeau dit. Nou, zeker. En deze. Oh. Volgens mij ben je er nog meer. Nee, dit was het. Nou, echt heel lief. Echt veel, man. Je moet even de brief zoeken. De eerste brief, toch? Ja. Ja. Even voorlezen. Schipper. Het is echt schattig. Ah. Lieve Tessa, gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een hele leuke dag van. Ik heb leuke dingetjes verzameld voor jou. Ik heb het allemaal zelf gemaakt. Ik hoop dat, knap. Het leuk vindt. Groetjes. Lisanne Tebbel. PS. Het groene dingetje is een stempel. Oh, wat leuk, man. Kijk dit. Ja, dat is een stempel. Dan kan je, kijk, daar is deze mee gestempeld zo. Die is met die gemaakt. Nee, maar kijk, er zat nog zo'n ding bij. Ja. Ik denk dat dat het voorbeeld was voordat ze begon. Dat denk ik ook. Gaaf, hè? Ik heb een video gekregen. Dan gaan we nu even kijken. Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Even draaien. Ik heb vandaag een extra video voor jullie. En deze video is speciaal voor iemand waar ik haar verjaardagscadeau bekend ga maken. Ben je benieuwd wie het is? Blijf dan zeker even verder kijken. Is dat die Valentine fotoshoot? Nee, dat is een andere. Zeg gezellig een dag maken. En dan zie ik jou dan. Tot dan. Doei. Oh, dat is echt heel lief. Ja, ben je er blij mee? Bedankt. Zo, vanmorgen al buiten gestaan. En nu nog maar eventjes in de binnenbak. Losgooibak eventjes lekker rollen en bezig zijn. Want het is rot weer vandaag. Vanmorgen was het nog wel een soort droog. Maar nu dus wat minder. Ik heb vandaag weinig tijd. Tess gaat zo rijden. Dus dan heb ze in ieder geval eruit geweest. Nou, wat een beweging, dames. Oh, wat dacht je? Nou, zo werkt het niet hoor. En dan maar iets doen. Okay. Hallo, en jouw naam is? Jasmijn. Kijk, dat is Jasmijn. En daar is ons Tessetje. Wat heb je gehad? Ja, jij bent heel lief, Sarah. Wat heb je gehad? Jij hebt een envelop gehad. En wat zat erin? Laat zien. Je wordt wel verwend, hè, vandaag, dametje. Ja. Super tof. Volgens mij is het een mooie kind. Laat maar even zien, Tess. Wat heb je gehad? Een kaart. Wat zat erin? Beste Tessa, gefeliciteerd met je verjaardag. Liefst van Jasmijn. Oh. Oké, ik wil het ook lezen. Dat is ook leuk. Ja, nu nog lezen. Nou, gaan jullie nog even gedag zeggen met z'n tweeën of zo? Iets? Ja, doei. Hallo, doggies. Wat zijn jullie leuk aangeleid vandaag? Kijk aan de paarden dingen. Dat zijn onze nieuwe paardjes. Hallo schatjes. Vinden jullie het leuk? Nee? Oh, oké. Okay.
taart, maar ze heeft ook cupcake met kaarsjes. Dus ze wil graag dat iedereen eventjes kijkt hoe zij het uitblaast. Pas op! Kijk, voor ze! Pas op! Hatsjo! Nee, niet doen, alsjeblieft. Tadaa! Gefeliciteerd! Ja, kan je nu kaarsjes weghalen? Kun je dat niet zelf? Nee. Waarom niet? Ik heb een keer een kaarsje afgehaald, want het deed pijn. Oké. Ja. Zou ik het doen? Ja. Nu moet ik het even weten. Oh, ik vond het wel een goed idee. Ja, hop, 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 hop. Zo, lekker? Mm-hmm. Dit zo. Het blijft natuurlijk wel grappig, hè, die twee. Hallo, schatjes. Willen jullie een lekker hapje? Nou, Henk die denkt, nou ben ik niet amused. Ik wil dus niet op de video. Oh, daar is die weer. Hallo. Ja, is het tijd voor een lekker worteltje? Nou, Stip die blijft er nog cool onder, maar Henk? Kijk, of, nou, dat krijg ik nooit gefilmd. Dan moet ik een wortel geven. Hier, jij je wortel. Hier. Zo, hapje. Ja, dat is een gekke wortel, dus die gooi je in de voerbak. Zo. Dat weet Stip ook al. Ja, even wachten, ga op zijn. Zo. En dan Henk, doen we hetzelfde. Kijk, vandaag krijg ik die grote wortel omdat die op de video is. En hij is nog een beetje... Dat is ook heel beleefd, Henk. Zo. En dan de rest gaat zo. De voerbak in. Weet hij? Zo, lekker eten. Dus trouwens Stip. Stip is van Fabien. Nou, hadden ze verzonnen, ik voel me net kabouter lui eigenlijk zo met die dingen, maar goed, maakt niet uit. Nou, hadden ze verzonnen dat het koud zou worden en zonnig. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij is het gewoon koud. Punt. Veel meer is er niet. Dus ik heb mijn muts weer op en de paardjes staan buiten. Even kijken of ik hier al om kan draaien. Even omdraaien. Zo, kijk, paardjes staan buiten. Er ben ik tussen, stond iemand anders net in. Vandaag is woensdag en zometeen is Tessa's feestje. Dus kunnen zowel Tessa als ik niet rijden, omdat het tot de 4:30, 5:00 duurt. Vervolgens moet er natuurlijk ook gewoon nog, sterretje, gewoon nog gegeten worden. En ik moet deze video's natuurlijk nog editen. En ik heb die voor zondag ook nog liggen, dus ik heb echt geen tijd om te rijden. Vandaag rijdt Kim op Sterren en gaat Maaike op Verona. Dus dat dan wel heel fijn dat dat kan. Anders had ik iets om 9 of 10 uur nog eens een keer naar de manege gemoeten. En om 10:30 gaan de stallen dicht. En dan had ik dan nog naar de manege gemoeten om te rijden. Of ik had tot heel laat moeten editen. 1 van de 2. Dus ik ben heel blij dat het zo opgelost is. We zijn hier voor het verjaardagsfeestje van Tessa. En wat staat er hier op het bordje? Een kindje dat Corona heet. Dus dat is op zich wel een beetje gek. Maar wij zitten daar met Tessa. Daar is het. De meisjes te zijn daar ergens. Zo, ik ben hier met op de verjaardag van Tessa. En hier hebben we Vera en Tata. En ik. En Tessa, maar Tessa die heeft deze tips niet meer nodig. Vera, wat wil jij graag? Er kom je. En ik ook. En jij ook. En hoe doen jullie dat, meisjes? Zeuren, zeuren, zeuren. Oké, okay, en hoe zeur je dan? Doe eens voor. Tips geven. Oh, de Tess gaat tips geven. Nou, vertel Tess. Kijk, je moet gaan ze. Kijk, ik heb gezeurd toen ik 2 was en toen ik 7 was met een paardrijden gegaan. En dan moet je gelijk gaan zeuren om de pony's. Doe ik ook! En nu de hele tijd zeuren om de pony, zeuren, zeuren. Als ze echt niet luisteren, dan zeg je: mama, ik wil een pony! Dat zei je. Probeer even, doe eens. Oké, okay, nou, we horen wel of het ooit lukt. Ja? Ja! Ja. Ik heb blauwe tong en een mond. Kijk, zijn tanden. Ja, slusje. Nou, zo.
dit is de Jane raakt in paniek, gaan we nu doen. Jane gaat over een hindernisje heen. Nog langer dan sterren. Jane, die overleeft het niet? Nou, kom Jane, ik kan je wel. Heel Nederland kijkt naar je, kom. En ze leeft nog. Gaat ze. Jane in paniek. Hiha! Komt Tess voor de zesde keer? Hiha! Komt goed, Tess. Zo, nou, we gaan nu even lachen. Maaike gaat meelopen met sterren. Ik denk dat Maaike dan de voet op de grond zet en dan sterren optilt terwijl ze springt. Ja, precies. We gaan nu even lachen. Sorry, opbouw. Maaike had besloten, we gaan op een zeepony zitten. En Henk is toch een B-pony? Eigenlijk een D. Een B-pony is kleiner dan sterren zelfs. Ja, ik zei ook D. Oh, ik zei B. Ik denk dat Henk tegen de E aan zit. Nou, nu gaan we heel hard lachen. Ik zal even naar achter gaan. Zo, kijk. Nu zit Maaike erop. Maaike kan zo ongeveer meelopen. Nou, veel succes. Neem maar het trucje mee, Tess. Nou, Ster, succes, meid. Dit spijt me alvast. Kijk dan. Dit spijt me, Sterry. Ster loopt heel makkelijk aan de teugel. Ja, je hoeft alleen maar met je benen te sturen en je handen goed te houden. Nou, ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. En nogmaals, vergeet niet op het belletje te klikken. Om zo op de hoogte te blijven van ons al onze nieuwste video's. En van livestreams. Super belangrijk. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Gewoon niks vergeten. Dat is belangrijk. Doei!